Hoi mensen, welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van iMine. En vandaag heb ik plannen. Oh mijn god, en echt gewoon al voordat ik aan het opnemen was, hè. En ik was hier al aan het bouwen, al eventjes, maar is niks mis mee. Dan moet je niet gelijk kwaad om worden. Wat heb ik gedaan? Ik heb wat funderingen neergelegd. En daarmee bedoel ik dus dit. En dat zijn gewoon vierkanten of vormen. En daar kunnen we op bouwen, dat is eigenlijk meer de beschrijving ook van een fundering. En het doel ervan is dat we dus zeg maar meer huizen hebben. Dat we wat minder leeg zijn, zeg maar. Want er zijn heel veel grote open vlaktes. En het was misschien slim geweest als ik dit heb gedaan voordat ik gras had neergelegd. Dan had ik veel minder gras neer hoeven leggen. Maar het is de bedoeling dus dat wij een drukker huis krijgen. Of nee, een drukkere buurt. En dan niet per se ADHD of zo. Want ik weet niet waarom ik dat zeg ook. Maar in ieder geval dat we meer hebben om naar te kijken hier zo. En dat is wel leuk, denk ik. Moet één laag hoger, zie ik nu. En wat je dan snel ziet bij dit, want ik heb nu ook allemaal bergen. Ik heb gewoon voorgenomen, het hoogste blokje moet één laagje boven de grond zitten. Dus dit doen we dan zo. En dan is er geen grond meer wat in de weg zit. En we hebben ook genoeg hout, dus dat is ook wel handig. Zo, en die. Zie, wacht. Zo doe ik dat dan. En dan zie je zeg maar hier zo'n randje. Wat je dan heel snel hebt is dat je aan deze kant dit hebt. Dat het 3 hoog is. Maar daar heb ik nog wel leuke ideeën mee met een klein tuintje. En dat je dan via de kelder daar zo in kan. Heb je hier zo'n deur en dan kom je hier zo uit. Dus dat is misschien wel leuk om te doen. En dan binnen een trap. Ik weet niet hoe je hierop komt. Dat kunnen we allemaal nog wel regelen. Ik wil eerst, dat is gewoon de taak voor nu. En dat is al die vul. Al die vul, ja. Dat moeten we doen. Al die funderingen goed op zijn plek zetten. Op zich is er wel veel plek voor zulke huizen. Maar we moeten soms ook een beetje gaan spelen en zo. Want en bomen hakken. Zal ook nog veel moeten gebeuren. Want het is niet dat we heel veel plek hebben. Het is niet de meest ideale plek om huizen neer te zetten. Maar dat is misschien ook wel een leuke uitdaging dan. Zo. Wat we ook kunnen doen is voor een klein buurtje deze stijl te doen. En ergens anders dan een andere stijl. Want anders krijgen we in heel dit alleen maar dit hout als fundering. En dan wat we de rest nog gaan ontwerpen. Dus dat is misschien niet zo heel leuk. Hier zo komt de hoek van nog eentje. Gewoon niet over nadenken. Gewoon neerzetten. Neerpleuren. En niet gaan peinzen erover. Zo. Deze weg ertussen. 3 breed. Ja. Met nog een gap ertussenin. Dat is wel goed, denk ik. Kan dit hier zo heen. Oh. En hier een bocht. Ja, hier een bocht. En het moeten niet grote huizen worden. Hoeft helemaal niet. We kunnen gewoon gezellige klussen huisjes maken. Waar gewoon wel leuk is om erin te gaan zitten. Wauw, dit schept echt veel te snel. Gisteren was een livestream van Michael Tim. En ik wou naar hem toe gaan, dus ik ging naar hem toe in zijn portal. En ik ging er doorheen en opeens suffocate in een wal. Heel raar, want heel lang stond er op loading terrain. En toen gebeurde helemaal niks en opeens was ik opeens dood. Dus al mijn goede spullen zijn weg, helaas. Maar ik ben weer opnieuw alles gaan enchanten en zo. Dus nu heb ik alles weer terug. Het is niet dat ik niet genoeg diamonds heb. Dus dat is wel mooi. Zo, deze mag hierin en dan zand hier zo. Dus dat is wel handig. We hebben veel hout nodig wel hoor, dat merk je ook al gelijk. Even slapen. Oh, trouwens, resource pack maken, die serie. Ik weet niet of ze de mensen zijn die dit kijken. Waarschijnlijk wel een aantal. Maar dit is dus ook nieuw. Deze blokjes, die vind ik echt super mooi. Ik vind het echt super mooie blokjes. Dat mag je gerust weten. Echt heerlijk om ermee te bouwen. Ook hier zo. Je ziet het. Ook wil ik dat aan de bovenkant doen. Maar daar zit ik nog een beetje over na te denken. Want weet je wat je hebt dan? Is dat als je een grote vloer maakt van die blokjes. Dat zou betekenen dat je dus aan de bovenkant ook die randjes hebt. En er is op zich niks mis mee. Maar ik wil het een beetje net als de vanilla. De default texture pack wil ik het een beetje houden. Want anders krijg je te veel verschil. Als je hier zo naartoe gaat in John Smith. Ik weet niet eens of ik hem heb. Maar als je daarin naartoe gaat. Ja, ik heb hem. Zo. Dan ziet het er heel anders uit. Even kijken. Wachten. Oh jee, gaat toch niet. Oké, zie je dit? Oh.
dan dit ook nog, hè. Het gras, dat is helemaal... Omdat ik geen dingen heb, weet ik veel. Maar dit is dus allemaal heel erg anders. Haha, het is echt verschrikkelijk. Met die blokjes zo. Op zich is het ook wel grappig. Ik wil er een foto van. Maar dit is dus helemaal anders. En dat wil ik niet. Ik wil dat het nog wel een beetje in dezelfde sfeer. Snel. Zo. Nee, wat gebeurt er nou weer? Dat was moeilijk om uit te spreken. Dat het een beetje in dezelfde sfeer blijft. Zodat je gewoon hetzelfde idee en dezelfde feel houdt. Als je loopt en zo. Niet dat ik überhaupt zin heb om te lopen, maar... Het moet... je snapt wat ik bedoel. Zo. Oké. We kunnen verder. We hadden dus dit nu dus ook. En dan kunnen we verder met die. Sommige huizen zijn ook flinke stukken groter dan andere. Deze wil ik iets groter trouwens. Bedenk ik me nu. Dat is iets te klein. Dat is de moeite niet, zeg maar. Zo. Deze hier zo. En dan kan die een bocht maken. Oh, ga weg. Je zat in de weg. Ah. Hebben we dit? Mooi. Oh, dan moeten we dan natuurlijk ook weer een bovenlaag opleggen. Zo. Ik had een leuk iets om over te praten bedacht. Maar ik had geen flauw idee hoe ik dat kon aansnijden, dat onderwerp. Het ging over de toekomst van andere bekende YouTubers. En dan wat ik zou denken wat er met hun gebeurt. En dat leek me wel heel leuk om over te praten en te overleggen en zo, maar... Hoe begin je zo'n onderwerp in godsnaam? Moet ik opeens zeggen, ja, nu is dit dus de manier hoe ik dat doe, maar ik wou wel iets natuurlijk, een natuurlijke overgang. Of zo. Maar oké, laten we beginnen met de toekomst van Dit is Milan. Weet ik veel, dat is gewoon random. Dit wordt heel ongemakkelijk, ook gewoon... Ik heb geen flauw idee waar ik me nu mee bezig ben. Maar Dit is Milan, hoi, leuk met de parodieën. Ik vind zijn parodie echt heel leuk trouwens. Dat maar even gezegd worden. Echt grappig en droog, dus dat is wel mooi. Oh, hier kunnen we een leuk huisje doen. Er moet 3 tussen. Dat moet van mij. Zo, en dan doen we hier zo een hoekje. En deze gaat hierin. Top. Ja, dat onderwerp, daar komt waarschijnlijk niks van, hè. Dat is zo raar. En waarom opeens dat... Dat gaan we maar niet doen. We moeten wel echt ooit eens de tijd nemen om... Dat zei ik ook heel raar. We moeten echt ooit de tijd nemen. We moeten ooit eens de tijd nemen om dit echt aandachtig te gaan... ontwerpen. En dat was een... grote... pauze. Tussen die... woorden. Nu zit ik gewoon te kloten. Nu zit ik gewoon te... kloten. Ai, ik val eraf. Karma, God straft onmiddellijk. Op die fiets. Sorry. Ik merk altijd, en dat is tot nu toe heel vaak gebeurd, dat mensen in mijn klas mij een sukkel vinden. En dat voel je gewoon aan. Zulke dingen voel je gewoon aan. En... ik ben best wel trots op mezelf en ik heb best wel heel veel zelfvertrouwen en vertrouwen. Ik zeg altijd zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen. En ik probeer altijd mensen te entertainen. Vaak. Maar mensen in mijn klas vinden het niet leuk wat ik probeer. En dan probeer ik iets grappigs te zeggen en dan word ik weer uitgelachen en zo. Vind ik altijd wel jammer. En niet dat ik daarmee zit of zo. Niet dat ik wil zeggen van ja, ik wil er even over praten. Maar dat viel me gewoon op dat mensen in mijn klas mijn humor echt gewoon helemaal niet leuk vinden. Er zijn tot nu toe 2 mensen die ik tegen ben gekomen met precies dezelfde humor en dat zijn Bram en Robin. Ja, en Bram ook wel, maar dat is ja, niet precies hetzelfde, maar ongeveer dezelfde humor. Bram en Robin. Die 3 mensen. En dat is, ja, dat is wel grappig. Dat vind ik wel leuk. Er zal waarschijnlijk tussen jullie ook wel iemand zitten met dezelfde humor en zo. Dus. Maar, ja, ik weet niet. Ik vind droge bewegingen vind ik altijd wel leuk. Lijkt net zo'n sollicitatiegesprek voor grapjas of zo, weet ik veel. Maar ik vind droge bewegingen wel leuk. Ja, ik weet niet. Of gewoon acties. Als je iets probeert te doen en het lukt niet. En je doet zo'n heel droog, gewoon een pokerface look. En gewoon een hele droge beweging. En telkens weer proberen om hetzelfde te doen met een hele kleine actie. Zoiets vind ik gewoon grappig eruit zien. En ook de Family Guy humor.
Bijvoorbeeld als iets zo lang duurt dat het grappig is, dat heel het programma gaat helemaal lekker snel en zo. En dan gebeurt er iets en dat gaat dan zo traag. En dan gaat het opeens weer snel en dat is zo heel vaag. Dat het zo opeens tussendoor. Iets zo traag en langdradig maken dat het opeens grappig wordt. Dat is heel veel risico zit daarbij, maar dat is wel geniaal als het lukt. Oké, ik wil eventjes een gebied markeren voor deze houten pyrolilitisch. Ja, zo gaan we het noemen. Ik had nog geen naam voor dit, maar we noemen het houten pyrolilitisch. Oké, laten we eventjes kijken van. Oh, wacht, hier moet nog iets. Laten we eventjes kijken van daar op het dak. Kunnen we daar naartoe gooien? Nee. Maar het zou wel vet zijn. Dat is ook goed. Denk ik. Pyrolilitisch. De houten pyrolilitisch. Gaan we even kijken of ze goed staan. En of we nog een beetje verder weer willen. En of we er meer willen, vooral. Oké, daar staan houten pyrolilitisch. Het is misschien leuk als we dat tot hier brengen. En hieromheen ook nog een beetje. Maar dan vind ik het wel goed. Dan voor de rest kunnen we andere dingen ontwerpen. Ja, we hebben nu 5 pyrolilitisch. Oké. Maar ik wil er nog wel wat meer. Ik ga ook nog wat materiaal voor de pyrolilitisch halen. Daar zo. En dat is goed gegooid. Ah, dat valt ook wel mee. Was slecht gegooid. Ja, klopt, Robin. Dat was het inderdaad. Zo, pyrolilitisch materiaal. Zo. En dan kunnen we de pyrolilitisch gaan bouwen. Ik wil het woord niet vergeten, want ik wil het als titel van de aflevering. En als ik het vergeet, dan kan dat niet. Pyrolilitisch. 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 Oké, ik moet hem onthouden. Pyrolilitisch. Dat moet wel lukken zo. Pyrolilitisch. Oké. Pyrolilitisch. Oké. Ja, Robin, ik weet het. Deze huisjes komen dus langs de kust. Dit wordt moeilijk, want hier zo. Dit is best wel breed, maar er past ook niet echt een huisje. Zeker niet. Dus dat is wel jammer. Ja, no shit, Sherlock. Dat het jammer is. Je moet er 3 tussen. Upload Marcus vlogs eigenlijk nog iets. Zeker wel, hè? Echt zeker weten van wel. Ik ben er een lange tijd op geabonneerd geweest, maar toen was ik het beu. Ik ben wel benieuwd hoe het staat met zijn stoppen met roken. Want echt, dat was grappig. Hij deed de hele tijd zo van: oh ja, ik vind roken lekker en ik ben er trots op en ik doe dat gewoon. En opeens een video met: ja, ik wil gaan stoppen met roken. Wel, vond ik ook wel droog. Ironisch een beetje. Dat is wel goed, denk ik. Of we doen hier zo een bocht. En dan doen we hier weer verder. Dat maakt het huis gelijk stukken moeilijker om te maken. Vooral het dak en zo. Maar dat kan geen probleem zijn. Doen we dit hier zo verder. En dan dat daar. Top. Dit wordt leuk hoor. Mooie pyrolilitisch. Ja, ik denk dat ik wel trots word op deze buurt. Zo. Dankjewel, Simone. Kun je zien dat ik heb geplast of. Oké, voor degenen die dat niet kennen, dat is heel zielig. Zoek op The Again Man. Dus van de Weerman, maar dan in het Engels The Again Man. Dat is geniaal en dat is super leuk. Dus gewoon kijken. Krijg je geen spijt van. Maar dat dus. Ik ga hier zo de aflevering afsluiten. Jullie hebben ook iets om naar te kijken tegelijk. Met The Again Man. Als je het kent, cheers mate. Jij bent gelukkig. Volgens mij niet, maar mijn kijkers zijn meestal niet gelukkig. Jawel. Ik weet niet waarom ik dat zei. Soms dan ben ik heel spontaan en dan denk ik van: oké, waarom zeg je dat nou? Robin, het was leuk. Ja, jij ook. Nee, kijker. Hey, het was leuk om te doen dit. We hebben weer mooie dingen gemaakt en flinke plannen zijn er ook. Ik ga waarschijnlijk nog wat livestreams doen. Ik heb geen flauw idee waarin ik dit wat verder ga bouwen en zo. Ook over 20 minuten is het Nederland-Duitsland. Dus ik ben wel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Dus. Hoi, joejoe. Het was leuk. Doei.